alweer, ja ja. Het is vandaag woensdag en tijd voor een nieuwe visdag. En het is heerlijk weer, de zon schijnt, het is niet koud en daar ben ik heel blij mee. Bartje is ook aanwezig. Hallo. En vandaag gaan we weer statisch doodazen en op zoek naar de roofvis. En we hebben er eigenlijk allebei wel vertrouwen in. Toch Bart? Zeker. Hoe goed kan. Vissen met vier hengels. Alle vier gewoon op de piepen. De dobbers, alles hebben we verder hebben thuis gelaten. We hebben op één paard. En we zitten in een haven. En we weten nog meer te vertellen over deze dag. We hebben lang. We gaan ook de schemer gaan we blijven zitten. We hebben eventueel nog een kachel bij ons voor mochten we de tent in moeten als het toch te koud wordt. Dus dat is ook mooi. En verder super tof dat je kijkt. En het zou ons enorm helpen als je even op abonneren klikt. Dankjewel. Dan tijd om te vangen, maar denk ik. Ja, ja, de eerste van de dag, een mooi dikketje, vol energie. Uiteraard natuurlijk weer Bartje in de zicht. Ja, oh, lekker man. Hij is boos. Hij is heel boos. Tegen de zon in. Ja, dat gaat goed. Voor mij gaat het perfect. Ah, ja, we gaan het niet weten ook, joh. Mooi man. Mooi dik visje. Ja, lekker dik. Lachen badje. Ja, ook wel vies. En dan 2 centimeter eraf was het, hè? Voor de ja, kijkers. 2 centimeter eraf deze. Je moet sowieso deze mat even nameten dus straks. Niet vergeten. Dat is goed. Hij is 84. 84 centimeter. Mooi man. Super mooie snoek. En de eerste. Ja. Statisch doodaasvissen wederom een succesbord. In deze taaie tijden. Nou ja, zo is het. Ja toch? Oh, wat is koud. Die is weg. Oh, dat is stil. Mooi zeg. Lekker opgehaald. Ja? Ja. Lekker man. Wat zo. Nou, de eerste is binnen. Ja, ja, de eerste vis is inmiddels geland. Super blij mee. 84 centimeter. Ja, althans. Ja, de mat die gaan we dus even nameten. Daar hadden we vorige video al wat commentaar over. Tot, ja, tenminste commentaar. De tip dat die misschien niet helemaal eerlijk is, die mat. Dus die gaan we inderdaad even nameten zo. Dat is sowieso leuk. Dan weten we, kunnen we gelijk een rectificatie misschien uitvoeren van al onze vorige video's waarop we die vissen hebben gemeten. Maar de mat geeft nu in ieder geval 84 centimeter aan. En wie weet wat dat straks wordt. En we hopen natuurlijk nog een vis te vangen. Of 2, of 3, of 4. Laten we even beginnen met 1. Laten we beginnen met 1. Het ruikt in ieder geval enorm naar vis hier. Uitleg, montage, take 1. Take 1. Lekker mackerel. Goed, de montage. En de hardware. We hebben een gewone karperhengel, 12 voet.
Met erop een big pit en een, nou, deze heeft dan toevallig een vrije loop. Is niet echt nodig, althans. Als je met een pike swinger vist, niet. Sebastien vist gewoon met een swingertje aan de voorkant. Dat kan ook gewoon prima. We hebben een 2500ste hoofdlijn gevlochten. Daarop hebben we een running rig. Zogenaamde running rig. Met een carpolootje. Iets om hem te bevestigen. En dan een ringetje dat hij vrij over de hoofdlijn kan. We hebben een kraaltje gemonteerd. Puur voor om de knoop een beetje te beschermen. En voor de, ja, hoe noem je dat? Voor het stuiteren, zeg maar, op de knoop. En deze om de knoop verder te beschermen op de wortel zelf. Dan hebben we een sterke wortel erop zitten. En dan is dit een kant-en-klauwe onderlijn. Zo uit het pakje. Deze heeft de drie vissen eigenlijk normaal gesproken met twee haken. Maar deze heeft dan een staarthaakje. Die kan je makkelijk door de staartwortel heen doen en dan zit die goed vast. Twee dregjes erop, maatje 1. En dat was het. Simpel as what. Dan, waar vissen we vandaag mee? Grof aas. Hele makrelen. En zoals je ziet, kan die door de staartwortel. En dan heb je twee dregjes die je gewoon zo in de vis kan prikken. Prik de een aan de ene kant en de ander aan de andere kant. Want als hij de vis ronddraait, tegenaan blaast en hij draait, dat hij aan alle kanten, kan hij zich haken. We voeren vandaag bij met de voerboot, dus we droppen hem gewoon lekker onder de bootjes. We zijn in de haven aan het vissen. Normaal gesproken, als we op wijd water vissen en we weten een beetje teluts te vinden, dan werpen we gewoon. Maar het bijvoeren werkt op deze manier ook gewoon veel beter. Gaat het best helemaal mis. Het begint te hagelen. En de zon is weg. Dus ja, dat is niet zo mooi. Maar gelukkig hebben we hier een tent. En ook een kachel. Dus koud zullen we niet snel hebben. Maar deze hagel hadden we niet helemaal zien aankomen. Maar ja, ook dat hoort er weer bij. Ja, wij meten eigenlijk al tijden gewoon met een onthaakmat. Gewoon met centimeters. Meten we de snoek op. Maar laatst kregen we dus te horen dat die niet helemaal correct is. Dus we gaan hem even nameten. En dan weten we of al onze PR's nu zijn gesneuveld. Nou, hij is gewoon best zo lang hoor. We gaan eens even kijken. 80. Ja, perfect. 90. Nee. Nou Bart, dan was de snoek net 84 centimeter. En dan, hebben wij dus gelukt met de Savage Gear mat tot die voor ons wel goed is. En inderdaad, dan is er weer een zekerheidje erbij. Ja. De PR's staan. De PR's uit de vorige video. Twee video's geleden. Die blijven lekker staan. Mooi man. Nu echt donker, dus we gaan opruimen. Helaas niet nog een eerste, tweede snoek erbij. Maar de eerste was wel mooi vet. Helaas geen hele goede drill op de film, maar wel een mooie snoek. En mooie natuurbeelden en een uitleg natuurlijk. Bedankt voor het kijken en tot het volgende avontuur. Later.